les over radioactiviteit. We gaan het hebben over radioactieve stoffen, dat die straling uitzenden, wat er in de kern gebeurt, wat is activiteit, wat is halfwaardetijd. Je kunt de puntjes even rustig doornemen. Nou, een stof is radioactief als deze spontaan radioactieve straling uitzendt. Als je een stukje uraniumerts hebt, en dat kan gewoon in de natuur voorkomen, dan kan die dus spontaan straling uitzenden die meetbaar is met een Geiger-teller. Zullen we dadelijk zien. Nou, het uraniumerts kun je bewerken, waardoor je het kunt gebruiken in een kernreactor en elektriciteit kunt opwekken. Je kunt het ook verrijken, heet dat, waardoor je een atoombom kunt maken. Maar we hebben een probleem. De halfwaardetijd is nogal lang en dat betekent dat het materiaal heel erg lang radioactief is en ergens ondergronds moet opgeslagen worden gedurende duizenden jaren. Nou, in rookmelders zitten ook radioactieve stoffen soms. Tegenwoordig is het verboden. Americium, en dat is een kunstmatige radioactieve bron. Dan zendt die straling uit, er is een sensor, en dan als er rook tussen zit, verandert de waarneming waardoor het alarm kan afgaan. Isotopen, wat zijn dat? Als we kijken naar het gewone koolstof, de afkorting is C, dan heb je 6 protonen in de kern zitten, maar ook 6 neutronen, en dat is het normale koolstof. Op het moment dat je meer neutronen hebt dan die protonen, dan heb je een isotoop. En die kan dan spontaan uit elkaar vallen, omdat de kern instabiel is, en straling uitzenden. Laten we eens gaan kijken. Koolstof 14 is een isotoop. Hij heeft eenzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen als het normale koolstof. Nou, de kern bevat 6 protonen en 8 neutronen. Dus dit is mijn atoomnummer. Ik heb 6 protonen. En mijn massagetal, dat is het aantal protonen en neutronen samen. Dat is 6 protonen en 8 neutronen bij koolstof 14. En daarom is het een isotoop. Het is een instabiele stof en die kan dan spontaan uit elkaar vallen in een andere stof. En op dat moment komt straling vrij. Hoe komt die straling vrij? Dat gebeurt als een neutron verandert in een proton. Dus kijken, we hebben koolstof 14. Radioactieve stof, 6 protonen en 8 neutronen. Waarom is die radioactief? Hij kan spontaan uit elkaar vallen en zendt dan straling uit. En wat we hier zien is, koolstof 14 kan veranderen in stikstof 14. Dat is best lastig voor de meesten. Wat is er dan veranderd? Ik zie hier een getalletje 6, dat is het aantal protonen. En dat is 1 meer geworden. Dus er is een proton gekomen. Maar de protonen en neutronen samen zijn hetzelfde. Dus, wat is er gebeurd? Een neutron is veranderd in een proton. Dat is wat er gebeurd is. Dit opdrachtje. Geef nou eens aan bij koolstof 12, 13 en 14 hoeveel protonen en neutronen in de kern zitten. Op zich vrij makkelijk. Koolstof 12... 13 en 14 hebben allemaal 6 protonen, maar het aantal protonen en neutronen samen is het massagetal, die 12. Dus hier heb je 6 en 7 en hier 6 en 8, samen die 14. Halveringstijd, een radioactieve stof zendt ioniserende straling uit, straling die moleculen kapot maakt. De atoomkernen van een radioactieve stof die veranderen dan. Deze worden omgezet in andere atoomkernen. De snelheid van deze omzetting wordt uitgedrukt in de halfwaardetijd, oftewel halveringstijd. En dat is de tijd waarin de helft van de instabiele kernen is verdwenen. Dus dan is dan nog de helft van de straling over na die tijd. Hier is het duidelijk te zien. Hier staat de hoeveelheid radioactieve straling van gallium. En hier staat de tijd. En we zien, er is 50% over na 1 uur. Dus de halfwaardetijd van gallium-68 is 1 uur. Na 2 uur heb je weer de helft, zit je 25%. En na 3 uur 12,5%. En zo kun je doorgaan. Nou, hier zien we een grafiekje. Als ik nou de halveringstijd moet bepalen van de stof, dan zou je kunnen kijken waar is 50%? Ah, 4 uur. Maar als je even verder kijkt, als je weer halveert, zit je iets voor die 8.
Dus de halveringstijd van deze stof zal iets minder dan 4 uur zijn. En hoeveel straling is er nog na 11,4 uur? Dan kijk je bij 11,4 uur en dan zitten we op 12,5%. Een Geiger-teller kun je gebruiken om de activiteit te bepalen. En die meet de hoeveelheid straling die wordt uitgezonden. Dus als je nog naar Tsjernobyl of Fukushima gaat, waar kernrampen zijn geweest, dan wordt met een Geiger-teller de straling gemeten. En die meet de activiteit. Dat is het aantal kernen dat per seconde verandert. Hoe meer, hoe gevaarlijker. En de eenheid is de becquerel, afgekort met grote BQ. Dus als je een activiteit hebt van bijvoorbeeld 100 becquerel, dan veranderen 100 kernen per seconde